Hallo CryptoCoiners, hartelijk welkom in het gezelligste CryptoCafé van Nederland. Daar zijn we weer. Nu zijn we echt 100% live volgens mij. Ja, het wemelt werkelijk van de scannermelding op mijn scherm. Daar werd ik ook een beetje door, uh, van, was ik mee door verslag, want er scrollde zo ontzettend veel op het ogenblik. Een interessante kwam net voorbij, en uh, dat is Solana hier, tegen de bitcoin op de 5 minuten tegen de bitcoin, tegen de dollar op de 5 minuten chart en ik zag hem binnenkomen ik denk, ah, dit is misschien wel een interessante trade om even te pakken, vooral omdat er nu ook een groene kennel ontstaat en er flink wat uh, ruimte in die bolletje band zit. En dit is er zo'n eentje van: dit kan alle kanten op schieten, ook de slechte. Dus we gaan gewoon even instappen. Dan praten we zo meteen wel door over uh, wat er verder allemaal nog steeds te melden valt in uh, cryptoland. Ik pak even een market order. Om te zorgen dat we in ieder geval in deze trade zitten, een koopopdracht. Zo, met een beetje geluk werkt het ook. Succes. Ik krijg een melding te zien, maar ik zie. Ja, daar staat hij. Misschien nog geen pijltje. Zo, we zitten in ieder geval nu al in een trade. Eerst maar even gauw wat dingen instellen. Voordat ik je zo meteen nog even op terugkom. Uh, eerst even de break-even settings instellen voor nu, of gelijk voor een paar minuten geleden. Als de prijs daarboven staat, of die, dat is in dit geval een groene of rode lijn. Dan weten we dat we in de winst zitten. Op dit ogenblik zitten we dat nog niet. Ik heb een geval uh, je hier voor de eerste keer bent, helemaal van harte welkom. Ik gebruik een demo-account. Dit is echt geld overigens. Het zijn echte dollars. Keiharde. Do nou ja, harde dollars. Dat zijn echte dollars. Maar het is natuurlijk een relatief klein account. Het is speciaal bedoeld voor het cryptocoins café. Ik gebruik dit account volgens mij echt al jarenlang. Het is alleen nu even omgezet naar Qcoin. Vroeger hebben we veel op Binance gedaan. En alle trades die ik doe in het café dragen dus bij aan de groei van de relatief beperkte groei van dit account. Ik ben nooit begonnen met 250 dollar. Nee, ik heb het gereset toen ik bij Qcoin begon op 250 dollar. En nu staat het volgens mij op 256, 275 dollar of zo. En als het goed is, komt er vanavond weer een klein beetje bij. Alleen maar leuk. En dat betekent dat ik ook moet zorgen dat ik deze trade op een beetje in een fatsoenlijke manier manage, zoals het mooi heet. En dat betekent dat ik uit deze trade ga met in ieder geval een sell order als de prijs hier wordt geraakt. Een sell order, en die zit hier. nieuw order, limit sell order. Voor de helft van datgene waarmee we op dit ogenblik in deze trade zitten. Sell, oké. Okay. En voor de rest zet ik alvast, die we hebben nooit of we hem nodig hebben, een OCO'tje of eigenlijk een stop-limit-order aan de onderkant. Een stop-limit-order, dat wordt deze. Een stop-limit-cel-order. Die verschijnt als het goed is. Nu nog niet. Ik zie hem niet in beeld. Kijk, hier zou er moeten komen. Nieuw order, stop-limit-cel-order. Waar is die order? Waar is die order? Amar, waar is die order gebleven? Ik zie hem zo snel niet. Stop limit sell order. Waarom werkt dit niet? Stop limit sell order op 98. Hij zou er toch echt moeten staan? Maar... Ah, daar is hij. Oké. Okay. Iets zakken met de prijs, want ik wil niet te snel worden per ongeluk worden uitgestopt, want ik ga liever nog een keer wijkopen. Even deze wat naar beneden proberen te bewegen. Dat is niet helemaal, helemaal optimaal dit. Zo, daar moet ik gaan zitten. Ik ben altijd in de war met uh, Alltrady en Hypertrader, wat het uh, verschuiven van die orders betreft. Uh, daar verkopen we de rest op. Dus als dit lukt om uh, alles in te stellen. Ja, oké, okay, dat hebben we nu in ieder geval geregeld. Hij staat me eigenlijk nog wat um, uh, te laag. De trigger staat trouwens overkeerd om zie ik. Uh, de trigger moet even kijken hoor. Klik, klik, klik. Nou kan ik hem verschuiven. Ja, precies. De trigger moet hieronder. Beetje, pielen dit. Oké, okay, dan gaan we zo een flink stuk naar beneden. Want deze orde heb ik pas straks nodig. Ik zet alvast een uh, buy order voor de zekerheid om te kunnen bijkopen. Als dat lukt, ik denk het niet, want de prijs stijgt inmiddels al. Maar als het lukt om bij te kopen, dan zet ik die bijkooporder op maar liefst, hou je vast, 4,5% onder de plek waar we zojuist hebben gekocht. 4,5% lager, dat is ongeveer hier zo. Daar, daar komt een eventuele bijkooporder, nieuw limit buy order voor opnieuw 62,5 dollar. 62,5. Zo, nu is eigenlijk alles klaar. Ik kan voor de zekerheid nog even een alert instellen. Dat is een nieuwe optie die zit nu ingebouwd in Hypertrader. Op deze plek, dan krijg ik hem in ieder geval te zien. En ook als we in de buurt van onze bijkoopactie komen, even een alert. Zo, oké, okay, dit alvast even om in ieder geval in een trade te zitten. Dat doen we dus nu op dit ogenblik. We zitten nu in Solana. Ik maak gebruik van de CryptoCoin Scanner, of ik heb gebruik gemaakt van de CryptoCoin Scanner om dit instapmoment te vinden. Het is een heel spannend instapmoment, puur op basis van een oversold situatie. Maar als je kijkt naar de scannermelding, en die kwam vlak voordat we het café open uh, Dit was hem, kijk hier sta, hij staat hij nu boven mij in beeld. Hij dit is de, de bovenste melding, oh dit is de 3 minuten chart. Volgens mij kreeg ik hem op de 5 minuten chart ook. Even kijken waar die staat. Het niveau van de melding is overigens hetzelfde. Daar is hij, Solana. Ah, 1 minuten chart Vijf minuten chart, dit is hem, de bovenste. Deze melding heeft uh, iets nieuws aanstaan. Vorige week heb ik het café al even laten zien. Toen zat het er net in, namelijk de WGHM-regel of uh, informatie die je kunt toevoegen aan elke melding als je de scanner gebruikt. Je hebt met brons werkt dit ook al, je kunt het ook met zilver en met goud doen. En volgens de WGHM-indicator, en daar kom ik zo op terug... Is deze munt op dit ogenblik echt extreem oversold? Dat blijkt ook wel aan de ontwikkeling van de prijs op dit ogenblik. Die gaat omhoog. We hebben blijkbaar op het goede moment ingekocht. Je ziet de melding of de indicator ook op het scherm, trouwens. Het is namelijk deze RSI-indicator die je hier ziet staan. In combinatie met die Stochastic Oscillator. Zometeen ga ik even in op de details voor de mensen die hier voor de eerste keer zijn. Maar eerst even één ding: ik gebruik de betaalde versie van HyperTrader. Dit is dus niet de gratis versie van HyperTrader die je gratis kunt downloaden. Die gratis versie van Hypertrader heeft sinds volgens mij begin deze week of eind vorige week uh, een paar al eerder aangekondigde beperkingen er nu echt in zitten. Namelijk, je kunt maximaal twee indicators bij de al aanwezige volume indicator aanzetten. En dat is gelukkig nog steeds genoeg voor de cryptoConus Day Trading strategie. Uh, dat is namelijk de Stochastic Oscillator, dat is deze indicator die je hier ziet staan. En dat zijn de bolletje bands, die zie je hier staan. Ik heb op dit scherm, omdat ik de betaalde versie van HyperTrader gebruik, er nog twee indicators bijgezet, Namelijk de RSI, een momentum indicator, en de MACD, de, de Moving Average Convergence Divergence Indicator, die ik ook gebruik om en naar het momentum te kijken en om te kijken of er een trendverandering zit aan te komen. Eerlijk is eerlijk, beide indicators zijn niet echt nodig, maar ze helpen wel en ze maken deze trade voor mij wat meer overzichtelijk. De meeste informatie die deze, met name die RSI indicator geeft, haal ik ook al uit de scanner. Dus het is een beetje dubbel op op het ogenblik. Maar ja, waarom niet? Dus als je de gratis versie van HyperTrader gebruikt, dan zul je het zonder die twee indicators moeten doen. Er zijn wel trucjes. Je kunt bijvoorbeeld een ander um, template gebruiken voor je indicators om heen en weer te schakelen. Het is een vervelende beperking. Maar ja, uh, HyperTrader is in principe een betaald product. En ze moeten om de gratis versie nog enigszins voor hen interessant te houden. En wel voor zorgen dat er mensen gemotiveerd zijn om van die gratis versie ooit een keer te upgraden naar de betaalde versie. Vandaar dat ze dit nu hebben gedaan. Het is niet anders. Overigens, ik, kreeg, ik zag een aantal mensen die in onze interne chatgroepen op Telegram uh, een bericht verpostten posten over het feit dat ze uh, ooit voor HyperTrader hadden betaald. Toen kregen ze te goede. En nu kunnen ze die te goede niet meer inwisselen voor de betaalde versie. Ik heb dat meteen gecheckt met Hypertrader. En die zeiden dat kan wel. Uh, dat wordt automatisch, als je een betaling moet, zou doen, wordt het van het te betalen bedrag afgetrokken. Is dat niet zo? Laat het ons dan gewoon even weten. In Telegram of zo, dan pikken wij dat wel even voor je op. Als jij zo iemand bent bij, dat, bij wie dat niet goed werkt, je zou, als ik het goed begrijp, de uitzondering op de regel moeten zijn. Maar uit mijn hoofd. Volgens mij zag ik Nicole een bericht hierover posten. Uh, een van onze trouwe communityleden. Nicole, als je hierbij bent vanavond ik geen idee. En dit werkt voor jou niet. Dan laat het gewoon nog even in de chat weten. Dan pakken we dit rechtstreeks even op. Eerst even een paar handige of belangrijke mededelingen. Discord natuurlijk, heel belangrijk. We gaan bijna over naar Discord. Sterker nog, een aantal mensen in. Is al over naar Discord. Het wordt daar drukker en drukker. Uh, ik ben daar zelf ook heel regelmatig te vinden. En het is leuk om te zien dat uh, Discord zich serieus begint te ontwikkelen tot een heel actief platform. Waar heel veel wordt gepost nu al. Er worden veel trades gedeeld. Mensen praten met elkaar over van alles en nog wat. Het is allemaal een stukje overzichtelijker dan dat Telegram was. En als jij tot een van de mensen behoort die Discord moeilijk vindt om in te stappen. Weten we het is niet het makkelijkste platform om mee te beginnen. Als je er nog nooit mee hebt gewerkt. Maar geloof me, het is de moeite waard. Anders zouden we het ook niet doen. Dus als je nog geen lid bent van ons Discord-platform, word dat even wwwcryptocordisnl discord. En vanaf volgende week maandag, op de 26e, gaan we een week lang exclusieve streams en video's verzorgen. Alleen voor mensen die op Discord zitten. Dus als jij bij de honderden mensen wilt komen, we hebben echt honderden mensen afgelopen week alleen al aangemeld, die die streams graag wilt zien en die erbij wilt zijn. Word lid van Discord. En denk niet bij jezelf. Veel te moeilijk voor mij. Het is zoveel. Stel we er ook weer niet voor. En we gaan binnenkort ook weer. Dat hebben we al eerder gedaan. Dat was best wel leuk. Uh, we gaan binnenkort ook weer na het CryptoCoiners Café. Gaan we op Discord afterparties doen. En dat soort dingen. Dat zijn mogelijkheden die hadden we via Telegram allemaal niet. En vandaar Discord. wordt cool. Uh, dat was volgens mij het belangrijkste wel wat ik je meld had. Ik nog even felicitaties aan Sabrina. Okay. Ik weet niet of ze erbij is vanavond. Ik denk het niet, want die heeft het al druk genoeg met cryptocoins. En met een huishouden en twee kinderen en al dat getrade. Uh, Sabrina was afgelopen zaterdag voor het eerst live met een eigen stream. Uh, traden met Sabrina, dat gaat ze absoluut vaker doen. Uh, ze heeft, uh, als ik het goed begrijp, ze heeft genoten van alle uh, positiviteit, van alle leuke reacties die zijn gekomen. En het was super om ook Sabrina bezig te zien. Ik ben zelf ook eventjes naar de studio gereisd, ook Kevin en uh, Vivi waren daar, om gewoon even te zien hoe dat was. En het, ik moet erbij zeggen, Sabrina, ik weet niet of je dit hoort, het is fantastisch om te zien dat iemand die tot zaterdag 0,0 ervaring had met zelf livestreamen, daar opeens zit... en het eigenlijk gewoon doet alsof ze al jarenlang livestreams aan het verzorgen is. Daar kan ik nog wel een hele hoop van leren. Zeker als het gaat om de rust die je hebt genomen, Sabrina, om dingen uit te leggen. Dat werd ook buitengewoon gewaardeerd door onze community. Dus eh, petje af. Dat wat Sabrina betreft, het was daar natuurlijk veel drukker dan hier. Geen idee hoe dat kan. Natuurlijk wel, fantastisch, logisch. Maar dat op zaterdagochtend om 10 uur. Waanzinnig. Kijk, hoe lang met de trade sounds? Uh, nou, dat ziet er allemaal best aardig uit. We zitten nu in de winst. Het is nog niet al te spectaculair. De munt was hier zwaar oversold. Die situatie is nu van tafel. Dat betekent dat we nu op weg zouden moeten gaan naar boven. Het is een rare markt op dit ogenblik. Ik weet niet dat ik niet weet wat de, op dit ogenblik de uh, Barometer doet. Ik heb al even niet gekeken. Ik kan wel even de scanner vragen, die geeft eigenlijk het beste antwoord. Wat doet de barometer op dit ogenblik voor de dollar op Qcoin? Want daar handelen we op dit ogenblik op. Qcoin, even kijken hoor wat hij aangeeft. Wow, oh, oké, okay, goed. Technisch gezien zou deze trade dus een verliestrade moeten worden, of in ieder geval een moeilijke trade, want de prijzen dalen op dit ogenblik. En als je naar uh, de melding voor deze munt hebt gekeken, net zag je ook dat de markttrend voor deze munt, Solana, niet zo heel op, uh, optimistisch was. En dat de trend voor deze munt, kijk die gaat gewoon keihard naar beneden. Zie je dat? We gaan we lagere pieken, lagere dalen, lagere pieken, lagere dalen. Wat is er nou leuker dan een trade te doen in een trend die de andere kant op gaat dan waar jij op trade. Dus we traden nu echt gewoon zwaar tegen de trend in. En de reden dat ik dat doe is om te laten zien dat oversold signalen, waar wij hierop zijn ingestapt, we zijn dus niet ingestapt op een trend reversal signaal of zo. Nee, we zijn ingestapt op een oversold signaal. Dat die oversold signalen vaak zo sterk zijn dat ze de trend eventjes verslaan. Ik zeg erbij. Eventjes maar, je wilt eigenlijk supersnel uit die trade zijn. Deze trade mag vooral niet te lang duren, want de trend is immers neerwaarts. En dat betekent dat de kans dat de prijs door bijvoorbeeld deze gele MA20 lijn heen breekt, helemaal niet zo groot is. En technisch gezien staat eigenlijk deze cel hier, deze verkoop, staat zelfs alweer wat te hoog. Eigenlijk wil je hem onder die lijn hebben staan. Lukt deze cel, dan hebben we altijd nog hieronder die extra stoploss staan, die we dan kunnen gebruiken. Maar dat komt pas als het komt, pas als we inderdaad erin slagen om nu al in de winst te komen, nu al te verkopen. Lukt dat niet, dan gaan we misschien bijkopen en dan wordt het een leuke trade. En ik hoop eigenlijk stiekem dat dat gebeurt. De prijs moet nog wel even flink dalen, 4%. Maar zoveel is het ook niet hoor. Want dit is een 5 minuten chart. Het kan binnen een uurtje kan het zover zijn. We wachten het af. Van JPTC Jasper, die zegt waarom 4,5%? Jasper, ik heb de breedte van de bolletje bands genomen op het moment dat ik in de trade ging. Kijk, hier stap ik in de trade en de banden waren toen en ik had het net niet zien, maar nu wel 4, iets minder, 4,4% breed of zo. Beetje afgerond naar boven, wordt 4,5%. Dat is het niveau waaronder ik vervolgens ga bijkopen. En daar bereik je het volgende mee. Toen ik de eerste koop heb gedaan, was dit. Deze groen gele lijn was zeg maar, de gemiddelde koopprijs. Ik heb er één gekocht, dus ik heb voor deze prijs ongeveer gekocht. Als ik zo meteen hier ook nog een keer koop voor dit niveau. Dan komt, en ik koop net zoveel, dan wordt de gemiddelde inkoopprijs, die komt ongeveer hier te liggen, in het midden de helft van. Daar ongeveer. Dus ik haal daarmee A haal ik daarmee de gemiddelde inkoopprijs naar beneden. Dat betekent ook dat ik de zogenaamde break-even lijn naar beneden haal, de, de lijn waarop je kiets speelt. Alles boven die lijn is winst. Dus als je met de prijs boven die lijn staat, verkoopt, heb je sowieso een winsttrade. En omdat ik heb bijgekocht, verdien ik twee keer zoveel. Het wordt ook wel je versterkt je positie genoemd. Dat is eigenlijk wat het is: je positie versterken. Het wordt ook DCA genoemd af en toe. Misschien ken je die term in een andere context. Maar wij noemen het gewoon bijkopen, want dat begrijpen we gewoon. En dat is een van de filosofieën achter de day Daytrading strategie: bijkopen als de prijs daalt. Niet blijven doen. Op een gegeven moment is het ook nog een keer genoeg geweest. Maar je koopt minimaal één keer bij als de prijs daalt. Daarna eigenlijk nog een keertje. Maar dat doe je dan pas. Als je ziet dat er alweer wat gas wordt gegeven, de prijs weer begint te stijgen. Zover is het nog lang niet. Eerst maar eens even afwachten wat er nu met de volgende prijsontwikkeling gebeurt. Gaan we boven die alert, oftewel komen we in de richting van die eerste verkoop, of zakken we zo meteen toch weer in. We traden nu nadrukkelijk dus tegen de trend in. Je zult zien dat de prijs veel moeite heeft om boven deze gele lijn te komen. Zo zien dat hij er zo doorheen schiet. Maar normaal gesproken heeft de prijs veel moeite. Het enige wat opvalt. En wat meevalt is het volume. Kijk, er wordt best wel veel gehandeld. Bij dalende prijzen. En dat is vaak een bullish teken. En dat zie je ook al een beetje terugkomen hier in de MACD. Die lijnen komen, je ziet het moeilijk, maar je kunt het net zien. Die rode en die gele lijn, helemaal onderin daar. Die komen steeds dichter bij elkaar. Je ziet ook de stochastic oscillator omhoog werken nu. Dus het momentum in de markt neemt wat toe. Heeft alles te maken met het volume. Ik zeg wel, bij de laatste paar candles is het weer balen. Gebeurt er nauwelijks was. Dat duidt weer op. Eventuele mogelijke prijsdaling. Het is een wankel cool verhaal deze trade. En dat is alleen maar mooi. Het is heel makkelijk om alleen maar trades te laten zien. Maar ik heb bewust voor deze trade gekozen omdat ik zag dat de markttrend berries was. Ik zag dat de charttrend berries was. Ik zag dat de barometer berries was. En toch ga ik een bullish trade doen. Gewoon om te laten zien wat je kunt doen met oversold. Hoe krachtig dat middel is. Wil je voor de stopstrategie die ik hier nu gebruik om in te stappen altijd dat de markttrend en de chart trend bullish is het antwoord is normaal als beginnend trader kan ik me goed voorstellen dat je daarop richt en dat je inderdaad zegt, van nou weet je wat ik trade alleen maar met echt met de trend mee dus ik wil bullish sowieso een bullish markttrend zien uh, waarbij dus de wat langer durende charts bijvoorbeeld in dit geval de kwartier chart en de uren chart en de vier uren chart ook bullish zijn maar in deze trade heb ik dat niet gedaan trade ik gewoon dwars tegen de trend in dus het hoeft niet het is altijd leuk om daar een beetje mee te spelen natuurlijk. Bijvoorbeeld hier in het café. Uh, in de praktijk kan ik me als beginner en tweede goed voorstellen dat je dat doet. Je kunt trouwens sinds kort... Het hangt van het lidmaatschap af. En sorry dat ik dit echt niet uit mijn hoofd weet. Maar volgens mij is dat per premium... Vanaf zilver vanaf, vanaf kun je al bullies doen. En vanaf gold kun je ze allebei doen. Vanaf een zilver account kun je dit zelfs tegen de scanner intikken. En dan kun je zeggen... Markttrend moet bullish zijn. Bijvoorbeeld... Nou, dan krijg je vanaf nu alleen nog maar, als goed is, kijk, je nieuwe regel is toegevoegd, markttrend moet bullish zijn. Kan ik ook weer uitzetten, want ik heb dat echt liever natuurlijk niet aan. Verwijder markttrend. Zo, nu is die regel weg. En wat je misschien niet wist, dat kan ook voor de chart. Je kunt ook dit zeggen, charttrend moet bullish zijn. Zo, dan, dan heb je hem. Als goed is, nu, nu zouden we alleen maar meldingen krijgen voor bullish charts. Nou, daar zijn we niet zoveel van, dus ik zet hem weer uit. Verwijder charttrend. Vanaf zilver zit dit erin, uit mijn hoofd. Premium silver, maar ik gebruik die regels niet. Dus een van de meest gestelde vragen is: van hoe staan jouw instellingen? Ik kan ze wel even laten zien. Niks geheims aan. Uh, even een beetje terugschollen dat ik niks vergeet. Uh, dit, is, dit is een preset, die heet QCoin. Uh, ik wil daytrade trade melding hebben voor drie intervallen: 1 minuut, 3 minuten en 5 minuten. Dan kies ik er zelf al eentje. Ik heb nu de 5 minuten melding gekozen. Ik heb als uh, strategie stop no margin gekozen. Oftewel, ik wil instappen als er een klassieke crypto Day Trading melding komt voor de Stochastic Oscillators, STO. En de Bolletje Band, BB, waarbij de marge van de bolletje band niet wordt meegerekend, no margin. Die wil ik minimaal 1% hebben. Dus ik heb een regel toegevoegd, die staat hieronder. BB margin of eigenlijk erboven, BB margin moet groter zijn dan 1%. En ik wil ook alleen maar melding hebben voor muntparen met een volume van minimaal 3 miljoen dollar. Vandaar, want daaronder wordt het vaak spelen. Dan is er zo weinig volume in de markt dat de kans vrij groot is dat je niet wordt gevuld. Dat je order niet wordt uitgevoerd omdat er gewoon te weinig belangstelling voor is om te kopen of om te verkopen. En denk niet bij jezelf dat gebeurt echt zelden of nooit en zeker niet met kleine accounts. Dat kan al met super kleine accounts gebeuren. Want dat volume dat gaat over de afgelopen 24 uur. En het kan altijd gebeuren dat je net, zoals je nu ook ziet, dat volume is nu echt minimaal, dat je echt gaat traden op het moment dat er helemaal geen volume is. Er staan gewoon wel wat kooporders en verkooporders klaar, maar voor zulke minimale hoeveelheden, dat jij gewoon niet kunt worden, uh, aan jou kan niet worden geleverd. Of van jou koopt op dat ogenblik niemand. Het is geen prettig scenario om in te zitten. Dus houd dat volume, wat mij betreft, ik hou dat volume altijd heel goed in de gaten. Ik trade niet op een muntpaar met minder dan 3 miljoen. Ook al trade ik maar met 60, 70, 80 of in het uiterste geval 250 dollar op dit budget. Dus dat zijn mijn instellingen. Ik heb, uh, heb trendinformatie uh, aangezet. Daarom krijg ik bij die meldingen altijd die charttrend te zien. En als die beschikbaar is, ook de markttrend. En ik heb WGHM informatie aangezet. En WGHM, dat is de indicator van Kevin. Die heeft K van bedacht... Al een tijdje lang gebruikt hij dat ding. Uh, de afkorting WGHM betekent we gaan het meemaken. Een van de gevleugelde uitdrukkingen van Kevan. En die WGHM indicator is niet zo heel spannend. Hij is makkelijk uit te leggen. Het is een combinatie van twee dingen. De RSI indicator die hier aan staat trouwens. Dat is die gele lijn hieronder op de chart. En de gele lijn van de stochastic oscillator. Als die allebei in de bovenste of in de onderste zonne zitten. dan is er sprake van een WGHM-signaal. En dat is een heel krachtig signaal. Het ondersteunt buitengewoon goed. Uh, ik kan je vertellen, en nogmaals, dit is geen garantie. maar ik kan alleen vertellen wat ik heb ervaren. Ik heb nu bij elkaar. Ik ben voor de challenge heel voorzichtig gaan traden, want ik ben ondertussen heel druk bezig met verdere scannerontwikkelingen en nog een paar andere dingen uh, op de achtergrond, waar je eerder eens meer over hoort. Maar ik heb nu, denk ik, met die WGH indicator erbij 20, 25 trades gedaan, volgens de Crypto Day trading strategie, op de challenge trades, dus op een challenge account, met een groter bedrag van een paar honderd dollar. En ik geloof uit mijn hoofd, 20, 25 trades. Ik, heel simpel, ik heb er... Uh, Eentje was een eigen geld en de rest was allemaal winst. En er zijn allemaal trades met die WGHM-indicator erbij aan. Dus met die melding erbij aan. Ja, is super. Dus dat werkt echt gewoon goed. Nogmaals, het zou best kunnen dat de volgende drie of vijf trades fout gaan. Je weet immers maar nooit. Maar tot nu toe zijn de resultaten heel erg bemoedigend. Altijd leuk om dit soort dingen te zien. Ik ben trouwens wel verbaasd over het gebrek aan volume. Ik kan me haast niet voorstellen dat dit correct is. Ik kijk even, ik ververs de chart even. Wordt dat volume misschien niet bijgewerkt? Ik kan even opnieuw laden. Het is al heel erg ver. Ja, het werd niet bijgewerkt. Hotler Hex is er ook bij. Kijk eens aan. Een van de... Je kent hem misschien niet. De, hij heeft een, blauw, uh, een blauwe tekst met een sleutel die erachter. Hotler Hex is uh, Leon. En Leon is een van de mensen die verantwoordelijk is voor onze fantastische masterclass. Uh, programmering crypto. En ook verantwoordelijk is voor de bot, der bots. De balanceerbot. Uh, die uh, heel veel mensen, waaronder ik zelf, ook gebruiken om... Um, te om uh, onze portfolios voor de challenge bijvoorbeeld te balanceren. Dat ding kun je gratis ophalen. Waanzinnig gratis ophalen. Kun je vervolgens installeren of op, of op je eigen computer of ergens in de cloud. Uh, er zijn allerlei tips hoe je dat moet doen op de website van, uh, van Leon. En je kunt hem zelfs op een Raspberry Pi installeren, wat ik zelf heb gedaan. Dan betaal je ook geen serverkosten verder. Wie het me niet eerder is, scheelt niet meer. En uh, wat ik zei, uh, Leon heeft een fantastische masterclass opgenomen waarin je zelf kunt leren hoe je kunt programmeren om crypto-tools te bouwen. Zoals bots, maar nog veel meer dingen. Dus als je dat interessant vindt, wil je eigenlijk even een kijkje nemen. Bij de masterclass van Leo. Wat betreft Bybit zegt Martijn: Gaat je account automatisch over naar Spot Margin NL of moet je al je funds afhalen? Uh, de, je hoeft niks te doen, want een account bij uh, Bybit staat helemaal. Een account bij Bybit, laat ik de vraag anders al antwoorden, bevat een aantal wallets, zoals dat heet. Volgens mij noemen ze dat ook letterlijk wallets bij Bybit. En een van je wallets is op dit ogenblik misschien nog je derivatenwallet. Je hebt een uh, funding wallet waar bijvoorbeeld je kaart vanuit wordt. Uh, je kaartbetalingen worden gedaan en waar het geld op binnenkomt dat je stort op Bybit. Uh, je hebt een um, spot wallet. En ik denk dat je spot wallet gewoon die wallet is waar je straks gewoon spot trading van doet. Maar je kunt... Binnen je account problemen als geld heen en weer sturen van de ene wallet naar de andere. Dus is verder geen issue. Wat is het voordeel? Vraagt Nicole aan Chris al, maar ik zal de vraag ook even uh, zelf beantwoorden. Wat is het voordeel van een Raspberry ten opzichte van Vulture? Oké, okay. dit gaat over uh, bots die je ergens host. Een Raspberry Pi is een klein computertje dat je moet kopen. Het is niet zo heel duur, maar uh, je moet het wel kopen. Het is tientjes werk, maar goed. En je moet het ding al wat aan hebben staan. Dus dat moet je maar net willen. En... Je moet, ach, Raspberry Pis zijn niet zo ingewikkeld om te configureren, maar ik zeg er eerlijk bij: je moet wel een beetje een nerd zijn. Een klein beetje een nerd zijn. Ik vind het superleuk om daarmee te pielen. Uh, en toen ik, omdat ik nogal zo'n Raspberry Pi heb, bijvoorbeeld voor onze home, uh, onze lampjes en zo, en voor onze Adblocker, dacht ik bij mezelf: van weet je wat, ik zet, ook een, uh, ik zet er ook even de Hex bot op. Uh, dan heeft dat ding nog meer. Maar hij staat dus de hele dag aan. En Vulture is een uh, remote ding, dat is een server waar je een abonnement opneemt van een paar euro per maand. Het is een soort Windows-machine die niet bij jezelf staat, maar ergens in de cloud, zoals het heet. Dus Windows, dat ken je waarschijnlijk goed. Verder is het een makkelijk script geschreven of een makkelijke app geschreven door Leon om Hotelhexer snel op te krijgen. Uh, het is net waar je de voorkeur aan geeft. Ik vraag me af wat jij van de fees vindt op Qcoin, die vind ik belachelijk hoog. Uh, Simpel, ik kan er van alles over roepen, maar die zijn belachelijk hoog. En ze zijn met name hoog bij muntparen met een laag volume. Hier hebben we er geen last van, want Solana die, die haalt miljoenen aan trading volume, 75 miljoen over de afgelopen dag. Dus die munt zit in de lagere prijsklasse. Maar het is echt belachelijk. En wat ik nog veel belachelijker vind bij Qcoin, moet ik eerlijk zeggen. Uh, nou kun je overigens wat aan doen: je kunt de, als je lid bent geworden met onze crypto is Link, ik dus niet. Maar je kunt niet met je eigen linklid worden. Maar als jij dat wel bent geworden met cryptocoins.nl/slash qcoin, krijg je korting op die fees, maar ze blijven gewoon hoog. En ik vind ook bijvoorbeeld de fees veel te hoog als het gaat om het opnemen van geld. Dus het, het, het bijvoorbeeld sturen van USDT, uh, en met name Ethereum munten, dus ERC20 muntjes, van uh, qcoin af naar een ander platform of naar je eigen wallet is gewoon belachelijk duur, eigenlijk gewoon schandalig duur. Hey, kijk eens even wat er met de prijs gebeurt. We zijn nog niet geraakt, maar de oversold melding die binnenkwam van de scanner, die was perfect. Die uh, sluit precies aan bij datgene wat we eigenlijk wilden. Uh, ik heb nog eens even gewacht. De scanner gaf de melding al hier al, maar ik heb even, even gewacht omdat dit echt gewoon tegen de storm ingaat. Totdat de, uh, de stochastic oscillator ook begon te bewegen. Maar hier werd de melk nog eens een keer bevestigd, hè, door de indicator van K van om het zomaar te zeggen, die ook zwaar oversold was. Ja, dat laat zien: dit werkt gewoon fantastisch om deze techniek te zien. Je trade tegen de trend in. Het is trouwens interessant, dit is een stresspunt voor heel veel traders. Veel traders zeggen van. Kijk, eh, OBV, OBV werkt trouwens ook niet. Zie je dat? Die staat vlak. Dat slaat natuurlijk nergens op. Die kan nooit vlak staan. Op dit ogenblik. Er moet gewoon volume zijn. Want deze prijs zou nooit stijgen bij nul volume. Dus dit is een, dit is een fout. Ik kan wel even refreshen, zoals het heet. Dan kun je zien dat, de, dat er absoluut volume is bijgekomen. Kan niet anders. Even wachten om te zien of het ook echt zo is. Dan zie je zien: twee platte candles. Nee, kijk maar, daar heb je het volume al. Zie je dat? Hier is het volume. Nu stijgt de OBV ook. Oftewel, deze data wordt gewoon niet bijgewerkt. Dit is een stresspunt voor veel traders. Veel traders zeggen: wow, wat moet ik nou doen? De prijs moddert wat. Uh, hij heeft nog net mijn verkooppunt niet bereikt. Ik ben zo bang dat de prijs nu weer enorm daalt. En dat ik als gevolg daarvan uiteindelijk mijn winst heb laten lopen. Ik zeg erbij is een absoluut realistische angst, want dat kan absoluut, of angst in ieder geval een stressfactor, kan absoluut gebeuren. En dit zijn situaties waar ik nu in zit, dat zelfs ik geneigd zou zijn om te zeggen: Wacht eens even, het is wel heel apart wat hier gebeurt. Kijk, we hebben te maken met wat stijgend momentum, relatief lange candles, maar nu alweer een wick aan de bovenkant. Nou, is de candle nog niet klaar? Dat is geen prettig nieuws. En we hebben te maken met een bearish trend. We gaan absoluut naar beneden. Oké, okay, we hebben even wat stijging gezien, maar grosso modo is deze trend gewoon hartstikke bearish. Dat betekent eigenlijk dat je het ijzer wil smeden als het heet is. En ik zou me goed kunnen voorstellen dat je zegt, weet je wat, ik pak deze gewoon. Ik wacht niet totdat dat celpunt is bereikt, maar ik pak hem gewoon. Maar weet je, wij zijn hier in het kader van no risk, no fun. Dus ik denk dat ik gewoon even blijf zitten. Ik denk wel, dat zou ik ook natuurlijk kunnen doen. Ik zou kunnen zeggen, weet je wat, ik laat deze gewoon lopen. En ik trail gewoon met alles wat ik heb erachteraan. Dat is ook nog een optie. Dus je zou kunnen zeggen, want we staan toch al in de winst. Ik haal hem gewoon weg, deze, deze order. Ik uh, verkoop niks meer op dit ogenblik. Bij veel volume jaagt dat trouwens meteen de prijs omhoog. Maar dat is nu niet zo, want we hebben nauwelijks volume. Ik ga nu een paar dingen doen. Ik ga die buy order weghalen, die hebben we niet meer nodig. Ik ga zelfs die sell order weghalen, die hebben we ook niet meer nodig. En ik plaats nu in één keer een stop limit een uh, stop eigenlijk technisch gezien een stop los, maar nee dit is geen technisch gezien geen stop los, dit is een stop limit celorder. De stop limit celorder, daar is hij onder de huidige prijs voor alles wat ik heb. Zo. Kijken of de aantallen kloppen 6, dat is raar. Als het werkt werkt het, maar ik heb ik ga meer verkopen. Oh, dit zijn mijn dollars mijn fout. Uh, is dat wat ik heb? Nee, dat is niet wat ik heb. Ik heb meer dan dat. Zo dan. Uh, limit price, oké, okay, iets lager even. Ik wil er wel iets meer ruimte geven om te ademen. Dit niet al te veel, maar wel een beetje. Zo, cel. Oké, okay, nu heb ik een limit-order staan. Ik heb nu het volgende gedaan. Deze markt is super sensitief. Dit is een bearish trend. We, we traden op dit ogenblik met onze long trade tegen de storm in. De kans op prijsdaling is significant veel groter dan op prijsstijgingen. De kans dat we ons sell point van net zouden hebben bereikt is niet zo heel groot. Kan, maar is absoluut niet zeker dat het gebeurt. Dus in plaats daarvan doe ik iets anders. Ik trail nu met de prijs mee. Ik loop gewoon met de prijs mee omhoog. Als je dat punt dat lag ongeveer hier denk ik. Dit was ongeveer het punt waarop we oorspronkelijk onze celorde hadden staan hier zo. Dat is hem. Als we dat punt alsnog bereiken, oké, okay, dan was die sell order uitgevoerd. Maar ik ga nu liever voor wat meer zekerheid aan de ene kant en tegelijkertijd voor wat kans op nog meer winst aan de andere kant door met deze munt mee te trailen, met de prijs. Als we opeens te maken krijgen met een aparte correctie run, kan zomaar, ik heb geen idee hoe het op dit ogenblik de zaak zich ontwikkelt. We kunnen we even kijken wat doet op dit ogenblik de barometer in de dollars. Kijk hoor. Kijk, die is wat omgekeerd, over de laatste vier uur is het gemiddeld wat gestegen, over het laatste uur ook. Ten opzichte van gisteren is alles nog gedaald, maar het zou kunnen. Wat doet de trend voor Solana op dit ogenblik? Uh, bearish nog steeds, de, kijk met name de, de enige, de, de kort is bullish, deze is nu inderdaad bullish, deze chart. Uh, de drie minuten is bullish, veel bearish. De kans dat de prijs gaat dalen is groter dan dat hij gaat stijgen. Ik denk dat deze rode lijn niet wordt gehaald en dat we super dankbaar moeten zijn dat we deze beslissing hebben genomen, omdat we in ieder geval met een trade blijven zitten. En wat ik doe wat die trade betreft, ik loop er gewoon even voorlopig even één candle achteraan. Wat ik niet ga doen is deze celopdracht naar beneden halen, want dit is een trailing order. Hij trailt mee naar boven. Zit immers in een verkoopproces waarbij je op stijgende prijzen rekent. Niet op dalende prijzen of hoopt op stijgende, prij stijgende prijzen. Bij het omgekeerde, bij een short, zou ik natuurlijk alleen maar naar beneden mee gaan traden. Van bovenaf, bij uh, terugkopend. Dat doen we hier niet. We wachten even hoe dit zich ontwikkelt. Ik zal even een timertje zetten dat ik er elke paar minuten even naar kijk. Want dat vergeet ik anders in het vuur van de strijd. Zo, daar gaat hij. Uh, heb ik nou weer de trigger verkeerd omgezet? Wat goed iemand. Ah, wat dom. Dit is de tweede keer. Is dat nou een bug in hypertrader? Even kijken hoor, wat gebeurt als ik nu gewoon een trigger? Een, um, daar gaat-ie hoor, een nieuwe order. Goed, iemand me dat in de chat. Ik zet nog een stop market sell order. Wat gebeurt als ik een stop limit sell order zet? Ja, ze staan gewoon verkeerd om. Die dingen staan gewoon verkeerd om. Die stop moet er boven staan en niet eronder. Weet je wat we doen? Dan doe ik een stop market sell order. Stop market sell order, dat gaat nog wat makkelijker, dan hoef ik ook geen rekening te houden. Met eventuele slippage en zo. We worden bijna uitgestopt, volgens mij. Kijk, de prijs daalt. We hebben het punt niet bereikt, zie je dat? Het is uh, opvallend. De prijs staat onder de stop, trouwens. Heb ik wel geseld. Uh, even kijken hoor. Cell, dat zal me net. zal me nergens overkomen. Ha, ik had niet verkocht, Dat het gaat lekker zo, mensen. Oké, okay, dan deze maar even opschuiven, iets naar boven. Oké, okay, was dat ze de prijs er niet doorheen viel. Nu dan. Nu heb ik echt een stoploss market sell order staan. Oké. Okay. Precies, Kevin zegt, je hebt nu op sell gedrukt. Oké, okay, ik had het net op tijd gezien. Te veel gedaan vandaag absoluut. Kijk, dan gaat de prijs. Wow, schiet hij nou toch naar de rood toe? Nou, dan gaan we mee trailen. Dat zou het ondersteunend zijn. Waar komt opeens dit opwaartse volume van aan Is er wel opwaartse volume? Ja, nu nog net niet. Je moet er echt even doorheen breken. Dan zouden we. Ik denk dat het al zouden zijn. We zouden al zijn geraakt. Ja, dus we zouden nu. Vijf, ja, nu zouden we zijn geraakt. Dus we hadden hem kunnen laten staan in dit geval. Maar dat was nogmaals, omdat je tegen de grotere trends in trade eigenlijk een onverantwoorde gok geweest. Kijk, we zitten nu op de 5-minuten-chart. En wat je zou kunnen doen, is nu deze trade micromanagen op de 1-minuten-chart. Gaan gewoon wat levels terug. En dan gaan we eens even achter de candles aanholen op de 1-minuten-chart. Dus ik schuif deze stop market nu omhoog. Daar gaat hij, nu staat hij onder deze candle. En het liefst wil ik de KVAL methode gebruiken, namelijk op zoek gaan naar troughs. Uh, weet je wat, waarom niet? Laat die trade maar even ademen. Ik ga hem toch weer naar beneden. Daar gaat hij naartoe. Ik blijf onder de trough zitten op de 1 minuten chart. En die trough hier is een dal, dat betekent dus het volgende. We zijn nu op weg naar een piek. Als we een piek bereikt hebben, dan gaan we weer op weg naar een dal. De huidige candle die nu bezig is, zou wel eens de piek kunnen zijn. De high van deze candle is namelijk hoger dan die van de candle ervoor. En de candle die zometeen wordt gebouwd, als die niet boven dit niveau komt, hebben we nu een nieuwe piek te pakken en zijn we dus al op weg met de candle die nu wordt gebouwd, of een paar nu, nu begint hij, op weg naar een nieuw dal. Als de trend die nu bullish is op deze chart, op de 1 minuten chart, als die bullish blijft, dan zal het dal hoger zijn dan dit dal. Als, dat, als de prijs onder dit dal daalt, dan heb je te maken met een eerste signaal dat de trend omkeert naar berries. En dan, kan het, dan wil je eigenlijk verkopen, want de kans is dan vrij groot dat ook de volgende piek lager ligt, enzovoort. Dus één van de dingen die je kunt doen. Je kunt ook zeggen: Weet je wat, ik zet de Parabolic Stop and Reverse Indicator aan. Dat is deze. Dat zijn deze plusjes. Als die plusjes onder de prijs staan, en dat doen ze al vrij lang is volgens de Parabolic Stop and Reverse Indicator deze chart bullish. En wat je dus kunt doen, is onder die plusjes gaan mee trailen. Je negeert die peaks en troughs die hier staan. Je blijft onder de plusjes. Is ook een manier van best verantwoord trailen. Maar wij houden ons even aan de peaks en troughs. En als we mazzel hebben, hebben we nu alweer de nieuwe trough te pakken. Dit dal, kijk hier al een nieuwe piek. Dit is een dal. Als deze candle groen blijft, dan hebben we sowieso het nieuwe dal. Als hij rood blijft, maar niet onder deze prijs komt, hebben we nog steeds het nieuwe dal. Dat is de huidige prijs. Nu niet meer. De prijs is een beetje doorgezakt. Dat betekent dat we nu, op dit ogenblik is dit het nieuwe dal. Dit gaat rap, want we gaan van minuut tot minuut. En het lijkt erop dat we hier op dit ogenblik een afwijzing naar onder hebben. Dus misschien wel een nieuw dal. Over twee minuten weten we dat. En dan kunnen we deze iets omhoog schuiven. Dan gaan we namelijk vlak onder deze wick zitten. We gaan het meemaken over... Twee minuutjes weten we dat. Dylan die zegt, Dylan van Wieringen. Ik hoor jou vaak praten over het uitstappen bij de daytrade 2.0 binnen een half uur. Als de prijs niet in beweging komt. Klopt. Hoe pas je dit toe? Alleen als de prijs zijwaarts beweegt? Nee Dylan, meestal als ik gewoon zie dat er niks meer gebeurt. Je merkt af en toe gewoon. Ik had het net bijna hoor, moet ik erbij zeggen. Toen we met Solana bezig waren. Je kunt het op deze chart moeilijk terugzien, want het was de vijf minuten chart. Dit is de minuten chart. Misschien heb je het al gezien op die 5-minuten-chart. Ik dacht vijf candles lang of zo. Gebeurde er nauwelijks wat met de prijs. Ja, als met dat in een privé-trade gebeurt, dan heb ik vaak al zoiets van: nou Is dit wel de beste manier om geld te besteden? Misschien kan ik de, beter deze trade maar afsluiten met een beperkt verlies. Zeg maar technisch gezien bijna een eigen geldje. En de volgende trade gaan doen. Um, in dit geval is het lastig te zien. Uh, maar hier beweegt de prijs ook niet echt zijwaarts natuurlijk op dit ogenblik. Maar dat is eigenlijk het criterium. Als, als er gewoon nauwelijks beweging in die prijs zit, dan, ja, en je ziet het volume teruglopen, nou dat hebben we hier dus niet, want er is geen volume zichtbaar op de chart, foutje. Dat wordt volgende week dat opgelost waarschijnlijk. Dan zie uh, je dat volume afnemen, de, de prijs beweegt niet meer, ja, dan is de markt zeg maar in slaap gevallen. Ja, dan ga ik wel anders doen met dat geld. Dan vind ik het zonde, letterlijk zonde van de tijd. Kijk, daar gaan we. Uh, we hebben waarschijnlijk een nieuwe trough te pakken. Uh, een nieuw dal te pakken. Als deze candle klaar is, hij is groen, als hij niet onder deze, dit dal komt, die van, je, je ziet nu net die bolletje bands daarbij lopen, die kan ik wel even uitzetten. Grappig genoeg exact trouwens de MA20 lijn, daar gaat die bolletje bands uit, dat is deze. Kijk, dit is nu het nieuwe dal, deze, dit punt hier, dit, daar zo, ik zal even een mooie lijn naartoe tekenen. Dat punt daar, dat is het nieuwe dal. Als de prijs daar niet onder komt, deze candle, dan uh, kunnen we, uh, we vanuit gaan dat de prijs op weg is naar een nieuwe piek. Die wil je het liefst dan hoger zien dan deze piek, omdat dan blijft namelijk de bullish trend gehandhaafd. Maar dan kunnen we onze stopmarket order naar boven opschuiven. <laughs> het wordt krap dit, want kijk, we hebben, de prijs duikt op dit ogenblik eh, vlak nadat de dal toe. Ik zal dat keer trouwens even weghalen wat hier staat. Zo. Daar is hij. Er komt nu een nieuwe candle. Zo gauw de eerste trader is, wordt die candle geplaatst. En zo niet, dan refreshen we gewoon even. Daar is de eerste trade. Dit is een interessant verhaal. Nu hebben we het te maken met een zijwaartse beweging. Kijk, op microniveau, maar toch. Dit is het nieuwe dal. We modderen nog even met deze prijs. Ik ben nou vaag geneigd om even te wachten. Om even te kijken of dit misschien toch een schijnbeweging was. En er toch nog een ander dal komt. Dat nog wat lager ligt, maar in ieder geval hoger dan onze stop market order. De, deze candle is eigenlijk de volgende candle. Die is eigenlijk alles bepalend. Als die nog lager wordt, dan weet je gewoon: dit kun je negeren. Je wilt drie candles. Ah, kijk, we hebben hier een piek gehad. Je weet op zijn vroegst, drie candles later, dat is het mantra dat wij een beetje hanteren. Drie candles later heb je op zijn vroegst een nieuw dal. En daarna weer minimaal drie candles later op, op zijn vroegst een nieuwe piek. Nou, daar gaan we. Dit is een piek. Eén, twee, drie candles later. Klopt precies. Dus dit is een nieuwe dal. Pas drie candles later heb je weer een nieuwe piek. 1, 2, hier komt de derde aan. En als, dit, inderdaad, als de prijs nu, wat de prijs nu ook doet, als, ja, dan zou je zelfs zeggen: Dit is dan toch de nieuwe piek als de, de prijs nog wat verder daalt. Technisch gezien zijn we nu nog steeds op weg naar een nieuwe piek. Dit is de derde candle. En als de prijzen toch onderdook, dan is het dus inderdaad een vals uh, dal signaal geweest. Dan ben je, kun je alleen maar blij zijn dat je die stopmarktprijs niet omhoog hebt gedreven, omdat je dan misschien wel te vroeg zou zijn uitgestopt. En je ziet dat we ook al zijn uit, zouden zijn uitgestopt als we onder dit plusje waren gaan zitten. Dan waren we nu al uit de trade geweest. En nu, als we uitstappen, maken we iets minder winst dan we anders zouden hebben gemaakt. Maar we maken evengoed nog steeds winst. We kunnen geen verlies meer maken op deze trade. Kijk, uh, daar is hij. We hebben, nog, uh, we hebben onze stoploss van hieronder weggehaald, inmiddels. We zitten nu, uh, hier zit nu onze break-even-lijn. Dus heb ik al 5% verkocht? Ik ben even een beetje in de war waarom ik de helft al kwijt ben. Whatever. Ja, nu, we, nu zijn we uitgestopt. Klaar. Nu zijn we uit de trade. Dit was een einde verhaal. Hier is verkocht. 46 cent uh, winst. Niet al te veel. Op onze hele portfolio is het nauwelijks wat. Dus we zouden flink wat van, van deze trades moeten doen om 1% te halen, natuurlijk. Maar. Dit was een trade tegen de storm in. Normaal gesproken wil je dit soort trades als beginnend trader waarschijnlijk niet doen. Uitzondering is het volgende. Dus dat is iets wat ik in de praktijk vaak tegenkom, zeker dus de laatste tijd met al die FOMO's. Als je merkt, en ook met die futs, met die paniek. Als je merkt dat de prijs van een munt spectaculair is gestegen in de afgelopen dag. En als je ziet, als je die stijging ook daadwerkelijk terugziet, een enorme parabool, dan zou je kunnen overwegen om daar een short-positie te nemen. Want meestal komt er na zo'n explosieve stijging een daling. Dat zag je vandaag bijvoorbeeld met uh, uh, Jasmine. Ik heb vandaag twee trades gedaan op Jasmine, op derivaten, op Bybit. Bij de winst-trades. Die munt die knalde met 40, 45% omhoog. En FOMO was overal. Maar je weet gewoon, als die munt zo snel stijgt. In zo'n korte tijd, FOMO of niet, dan weet je gewoon, dit stopt eventjes. Er komt absoluut even een pullback, even een kleine pas op de plaats. En die pullback komt altijd door de chart min of meer aangegeven als de zaak bij een stijging zwaar overgekocht is, zwaar overbought is. En daar kun je van profiteren door een short te pakken. Andersom ook hier, en dat hebben we hier ook gedaan... Als je ziet dat de prijs opeens explosief daalt, wat hier gebeurt. Hier ontstaat echt gewoon een parabool. In een hele korte tijd knalt die prijs, en dit is de minutenchart. We hebben op de 2 chart op de 5 chart gedaan. Op de minutenchart zie je het hier ook al. De prijs knalt opeens stijl naar beneden. Dan weet je, dit is Stopt altijd een keer. Dit blijft niet tot in het oneindige doorgaan. Er komt altijd even een pullback. Er komt altijd even een pas op de plaats. En dat zag je ook gebeuren. Meteen uh, daarna, nadat je echt zo'n zware oversold situatie hebt bereikt, daar en daar en daar, weet je al van: oké, okay, dit kan. En zeker met: de, pak de bolletje bands er maar bij. Zeker weten, ja, hier heb je hem ook. Kijk, je zwaar oversold, een dikke, brede bolletje bands, dan weet je gewoon. Je kunt hier een koopactie doen. Ook al is dit tegen de storm in. Maar je wilt er snel uit. Je wilt scalpen met die trade. Want de kans dat die prijs echt omkeert naar stijging, stijging, stijging. In dit geval is gewoon klein. Je zit in een bearish trend. Dus Laten we eens kijken of we nog één trade kunnen doen. Komen er komen nog wat meldingen binnen. Kijk, deze. De laatste boven mij. De laatste die je ziet. Uh, zijn allemaal uh, met, uh, met WGM's die er niet lekker bij staan. Dus die laten we gewoon lopen. We respecteren gewoon die WGM even. We krijgen heel veel neutraal op het ogenblik. Hier zit een low oversold. Die was inmiddels al zes minuten geleden op de 1-minuten-chart. E die kun je laten lopen. Dan wachten we gewoon even tot we, totdat we nog weer een, uh, eentje. Kijk hier, neutral. Allemaal neutral. En als je je afvraagt hoe ziet dit er dan op de chart uit. Nou, pak bijvoorbeeld de laatste erbij. Uh, even kijken hoor. De ene na laatste op dit ogenblik. Dit is de trade, of dit is de chart. Hier is de melding, deze hier. Even kijken hoor, daar zie je de bovenste nu op dit ogenblik op de scanner. Dit is de melding waar het over gaat. De chart zelf is bearish op het moment dat de melding komt, 20 uur 28. Kijk, hier heb je te maken met lagere pieken, hogere, lagere, pieken lagere dalen. Dus nu een bearish chart op dit ogenblik. De, de markt zelf is bullish, oftewel hogere gelegen charts zijn waarschijnlijk hartstikke bullish. Dat betekent de kans op een winsttrade is groot als je nu long gaat, want die kleine 1-minuten chart die bullish die bearishheid die wordt wel overwonnen zo meteen maar de WGHM indicator die van Kevan die staat in de neutral zone die staat in niemands land hier en het wordt ook door de scanner getoond als neutral. Oftewel, er is op dit ogenblik geen... Over er is wel een oversold signaal van de Stochastic Oscillator. Er is ook een oversold signaal van de Bolletje Bands. De klassieke signalen van de CryptoCoin Day Trading Strategie. Maar er is geen oversold signaal van de uh, RSI. En in combinatie met de Stochastic Oscillator. En dat wil zeggen dat het risico op een verder dalende prijs... De kansen en dus het risico van een langdurende trade groter is en het niet 100% zeker is dat de prijs gaat stijgen. Nou kunnen we natuurlijk gewoon zeggen: weet je wat, we negeren deze WGHM indicator. We stappen toch in. We kunnen eens kijken wat er gebeurt. Gewoon voor de fun, waarom ook niet. Het zou fantastisch zijn als deze trade nog meteen zwaar mislukt, natuurlijk. Dus ik stap in ik kijk even naar de breedte van de bolletje bands. Uh, dit is AGX. Die is. Um, of, heb ik niet aanstaan? Oh, waarom heb ik, ik die regel niet aanstaan? Oké, okay, whatever. Dan kijk ik zo wel even. Die is uh, ongeveer 2%. Oké, okay, dan gaan we instappen. Normaal zou ik dus 2%, want als ik maar 1% portfolioverlies wil hebben. Maar met de helft van mijn portfolio maximaal in deze trade gaan. 1 gedeeld door 2. Maar nu gaan we gewoon met de hele portfolio erin. Als dat lukt. We beginnen met een kwart. Kopen er nog een keer bij. Kopen nog een keer bij. Dus we doen een marktorde om in die trade te komen voor 62 Wacht even, we doen een market order. Waarom kan ik nu weer geen bedrag invullen? Uh, even kijken hoor. Nu kan ik het grappig genoeg wel. Een kwart van mijn portfolio. Ongeveer. 1, 2, 3. buy. Trade executed. Nu moet er een blauw pijltje verschijnen. Waar is het blauwe pijltje? Het gaat niet zo heel lekker vanavond met de verbinding. Daar is de pijl. Even wat dingen uitzetten. Want die parabolic stop reverse die hebben we niet nodig nu. Dus die haal ik even weg. Dit kan al even naar boven. De rest van de lijnen laat ik, OBV heb ik eigenlijk ook niet nodig. Die kan ook weg. Uh, die doet het toch niet op dit ogenblik. Dat is deze. Zo, hier hebben we onze standaard uh, lijntjes staan. Voor de zekerheid, deze is dus niet in orde, hè? Deze, uh, deze munt. Ik zet de focus, dit is de laatste trade die we doen. Zet ik op even op AV, uh, uh, AGX, focus. Zo, nu krijgen we alleen maar meldingen voor deze munt. Dus het kan van alles zijn. Celmeldingen, meldingen, buy meldingen. Uh, kan van alles zijn. Ik zit nu in deze trade. Uh, ik zal even. Oops, sorry. Ik zal even voor de zekerheid. De break-even-lijn. Die staat waarschijnlijk wel goed. Maar ik zal hem toch even voor de zekerheid goed zetten. Break-even-lijn. Die komt hier zo. Break-even. Op deze, dit tijdstip. Daar sta, hij stond hij inderdaad al goed. Oké. Okay, daar is de trade nu. We zijn op dit ogenblik gestegen. We staan wat in de winst. Hetzelfde spelletje als net. Ik verkoop 50%. Uh, ik zou het hier zelfs wel boven de middelste lijn durven doen. Omdat deze trend voor de markt eigenlijk gewoon bullish is. Maar voorzichtigheid, waarom ook niet? Ik zet een nieuwe sell order voor de helft. Daar staat hij. Een limit sell order. Voor deze prijs ongeveer van 50% van datgene wat ik in huis heb. Ik druk ook op cel. Daar staat hij nu. Daar is de eerste order. En ik plaats ook alvast een bijkooporder, je weet maar nooit. Voor 2% de breedte van de Je bent, Onder mijn inkoopprijs. Dus ongeveer hier zo, hier hebben we gekocht. Ik geloof hier. 2% naar beneden, of 2,1%. Hier zet ik mijn bijkoopopdracht, dat wordt gewoon een limit order. Voor opnieuw 62,5 dollar, ongeveer een kwart van ons budget, Bij, Die staat er nu ook. Ik wil het graag weten als de prijs daar in de buurt komt, dus ik zet even een alert. Ik wil het eigenlijk ook wel weten, hoewel ik dat waarschijnlijk wel zie, als de prijs in de buurt komt van onze celopdracht, dat is 2%. En weet je wat, die stoplos, die zet ik straks wel. Laat die maar even lopen nu. Even een timer om deze munt in de gaten te houden. Verder kunnen de meldingen uit. Ik weet niet of ik het al uit had gezet, maar ik heb verder geen meldingen meer nodig. Alleen de focusmelding. En die loopt gewoon door. Als je focus gebruikt voor de scanner, uh, die blijven komen. Als je de, als je de gewone meldingen uitzet, omdat, of als ze uitgaan omdat je tijd is verstreken, focusmeldingen blijven gewoon altijd komen. Enorme fan van de methode, zegt Dylan. En de visie op vermogensgroei. Ik zit zelf alleen te vaak in een lange trade, urenlang. Ondanks dat deze soms winstgevend is. Ben benieuwd naar jouw visie hierover. Dylan, die vraag werd gisteren ook gesteld nou, in onze cursus. Uh, toen zei iemand ook van ja, hoe voorkom ik nou dat ik urenlang in zo'n trade zit? En wat je zou kunnen doen, is de methode die ik tijdens de challenge gebruik. In combinatie met WGHM wordt dat steeds makkelijker. Dat is, we noemen dat ook wel set it and forget it. Ik heb geen definitieve onderzoeksresultaten nog. Maar ik test deze methode nu zelf op de 15-minuten-charts. Dat maakt het theoretisch geen eens een day-trade. Het zou zelfs een swing-trade kunnen worden. Waarbij ik zeg: ik koop meteen uh, en ik zet meteen OCO. En uh, omdat je op spot. Uh, als je een OCO zet, natuurlijk het risico loopt dat als je celorder even wordt geraakt, maar niet alles wordt verkocht, dus aan de bovenkant je winstorde, je TP, dan verdwijnt je stoplos. Dus je hebt het risico dat je dan, als de prijs flink begint te dalen, in verlies komt. Pak ik dan meestal vijf OCO'tjes. Dus ik zet, een, ik zet in één keer een buy-order. En als die, je moet wel wachten tot die is gevuld, tenminste als je met hypertraden zou doen. En vervolgens vijf OCO's, dat ik gewoon op die bewuste chart, stel eens met 1 vijfde van de prijs, gewoon of met winstverkoop of met verliesverkoop. Stel dat dan één gedeelte van uh, mijn TP niet 100% wordt gevuld, dan ben ik hooguit 20, als het helemaal fout loopt, hooguit 20% van het bewuste tradebedrag in verlies kwijt. Maar dat wordt vaak wel weer gecompenseerd dan door die andere. En als het niet wordt gecompenseerd omdat de trade daarna echt naar beneden duikt. Ja dan heb je je verlies beperkt. Want die andere worden natuurlijk wel uitgevoerd. Dat is iets wat je kunt doen. Als je al trading gebruikt, zou je smart posities kunnen nemen. Dan wordt het nog veel makkelijker. Dan kun je zeggen, ik stel gewoon een paar TP's. Er komen wat focusmeldingen. Daar kijken we zo even naar. Ik stel een paar TP's. En uh, die uh, TP1 pak ik bijvoorbeeld uh, 70% van de winst. Uh, TP2 pak ik nog eens 20% van de winst. En TP3 zet ik nog wat hoger. En dan laat ik gewoon mee trailen. En uh, ik zet een stop los, uh, onderin die ik mee laat lopen met de winsten. Dat, is, uh, dat gaat automatisch, bijna automatisch in Altradie. Uh, dat zit in de cursus ook. Dus uh, er komt uh, eind deze maand komt de Altradie cursus online. Daar laat ik ook zien hoe ik dit soort dingen doe. Er komen twee focusmeldingen van KuCoin. Kijk, hier heb je de munt, AGX. De eerste is: er komt een celmelding. Die komt vanwege de MACD. Een beetje lastig te zien, want het stomme ding hier natuurlijk net door zijn eigen histogram heen loopt. Maar je ziet hier dat de Dit trouwens op de, op de 5 minuten We zitten op de 1-minuten-chart. Ik zal trouwens die melding ook even aanpassen, ik alleen maar 1 minuut meldingen krijgen. 1M. Op de 5-minuten-chart was er nu een cross van de MACD. Uh, op de 3-minuten-chart is er ook iets gebeurd. Hier de 5-minuten-melding. Dit is een inkoop, of instapmelding. Peaks and traps op de 5-minuten-chart zijn bullies geworden. Op de 3 minuten chart dezelfde ellende met die MACD, die kruist ook. Op de 1 minuut krijgen we die nog niet zo te zien. En uh, nu is het gewoon wachten tot er meer focusmeldingen komen of totdat we gewoon gaan kopen of gaan verkopen. Dit zou dus een leuke trade kunnen worden trouwens, als het volume. Hier werkt het volume wel, zie je dat? Tenminste, is dat zo? Even kijken hoor. Ja, hier doet hij het wel. Alleen nog munten was. We zaten in Solana. Hè? Dat was Solana. Oké. Okay. Hoeloft zegt, Mark, trade je niet meer met de aangepaste Crypto Corners Day Trade strategie? Ja hoor, in zekere zin wel. Eigenlijk is dat wat ik hier doe. Ik maak gebruik van de trends, de markttrend, markt kijk heel goed. Maar, ik zeg wel dat is wat ik hier doe. Wat ik hier doe, is eigenlijk bewust wat meer risico nemen. En soms instappen, zoals met de vorige trade, op signalen waar ik anders waarschijnlijk niet op zou instappen. Omdat ik bijvoorbeeld de trend niet respecteer, wat ik bij 2.0 wel doe. Dat betekent dat ik wat meer risico loop bij die trades, maar dat maakt de trades leuk om naar te kijken als het bijna fout gaat. Wat is nou mooi, omdat je gewoon uh, trades ziet plaatsvinden voor je ogen, waar het bijna fout laat gaan, waar je moet bijkopen, waar je misschien moet gaan yo-yo traden en zo. Dat is één. En het zijn rare tijden op het ogenblik. De markten, dat zie je zelf nu ook. Uh, de 2.0-strategie is in september, uit mijn hoofd, september 22 aangekondigd en uitgebracht. En de markten op dit ogenblik zijn sinds september toen enorm in beweging gekomen. Het is bizar, wat er is zoveel angst in de markt op dit ogenblik. De, de voorzitter van de, uh, van de Amerikaanse centrale bank... ...hoeft maar te melden dat zijn kleinkind buikgriep heeft... ...en alle prijzen kelderen op dit ogenblik. De beleggers zijn in paniek. De beleggers zijn vervolgens weer euforisch. De Fear and Greed Index, de angst- en de index op Wall Street... ...die schiet probleemloos binnen een paar dagen tijd... ...10, 15 punten heen en weer... Dat duidt niet op stabiele markten. De markten zijn allesbehalve stabiel op het ogenblik. En dat vereist ook van ons traders dat we wat flexibeler zijn. als het gaat om instap- en uitstapbeslissingen. En met name mijn, normaal gesproken mijn eigen trades, mijn uitstapbeslissingen zijn eerder conservatief dan agressief. Omdat ik gewoon weet, en dat heb je zelf waarschijnlijk ook al meegemaakt: het kan zo snel gebeuren dat je opeens een trade die er goed uitzag. Uh, ziet omkeren in een verliestrade. Als je dan niet op tijd scalpt, dan heb je gewoon te maken met verlies waar het eigenlijk niet nodig zou zijn geweest. Vandaar dat ik net ook bij Solana, de vorige trade, gewoon gezegd: Weet je wat, we pakken gewoon onze winst, dan maar wat minder. Je weet nooit hoe deze munt omkeert. Nou, hier heb ik bewust gezegd: We negeren één indicator, de WGHM... We gaan eens even kijken of dat ons een interessantere trade oplevert. Omdat de kans op prijsdalingen wat groter is. Omdat de munt immers nog niet, volgens WGM, in een zware oversold zone zat. Er zit die nog steeds niet trouwens. WGM kan echt nog flink dalen hoor. Als dit uitkomt, dan gaan we nog wat meemaken wat deze trade betreft. Uh, we gaan weer in de richting van een cel. Maar hoe is, ja kijk, momentum is hoog. Volume is ook nog steeds aardig in orde. Uh, er is een cross geweest hier van de MACD. Dat is altijd interessant. Kijk, daar gaat hij. Een cross van de MACD geweest. En dit betekent dat het niet lang. Kijk, je ziet de signaallijn van de MACD. Dat is die rode lijn. Dat zie je al een beetje omhoog lopen. En de, lijn, de gele lijn van de. verkocht natuurlijk. De gele lijn van de, van de Bollinger Bands gaat dan ook mee omhoog. Kortom, bingo. Dit is nu een winsttrade waarvan ik me overigens afvraag waarom niet. Oh, de lijn is al gedaan. Dan gaan we een paar dingen doen. Deze kan weg. Deze buy order hebben we natuurlijk niet meer nodig. Die alerts die kunnen ook weg. Die hebben we ook niet meer nodig. Deze alert kan weg. Ah, dat kan sneller zo. Doe ik straks wel. We gaan eerst even trailen. Oftewel, ik zet nu een stop market order. Dus ik ga geen uh, limit orders doen. Stop market sell order. Zet ik nu, daar gaat hij. Op deze chart neer. Daar gaat Gaan we. Normaal gesproken zou je hem dus, hier is hij, zou je hem dus onder deze trust zetten. Maar dat is natuurlijk... Niet clever, want dan maak je alsnog verlies op deze trade. Dus dat gaan we even niet doen. We blijven even één candle erachter lopen. Zo. De prijs gaat trouwens nu al heel snel omhoog. Hier gaan we verkopen. Alles wat we nog hebben. Ik druk nu wel op sell. Kijk. Wel aangedacht deze keer. Zo, nu heb ik op sell gedrukt. Deze trade kunnen we dus ook niet meer verliezen. Wat er ook gebeurt, we kunnen hooguit. Kijk, je zou technisch gezien zou je nu het volgende kunnen doen. Je zou hier, ik weet niet of je dat wil doen, maar, maar eens kijken wat er gebeurt. Je zou je stopmarket order op dezelfde prijs kunnen zetten als waar we net de eerste 50% al hebben verkocht. En dit betekent het volgende: misschien worden we te vroeg uitgestopt, ik denk het wel, maar wat er nu ook gebeurt, we hadden nu ook, als we alles hadden verkocht, waren we nu al klaar geweest met de trade. Het kan zijn dat we even goed nog klaar zijn met de trade als de prijs nu opeens daalt. Maar als de prijs nu doorstijgt, halen we er meer uit dan we er anders uit zouden ja. hebben gehaald. Dit is het voordeel van trailen, wat we dus doen met de prijs meeschieten. Ik zet weer even een reminder voor over twee minuten als ik de trade zelf niet hoor. Trouwens even mijn volume wat harder. Um, nou kijk, de meldingen komen nog. De focusmeldingen. Nou, die hebben we niet meer nodig nu. Dus stop focus. Oké. Okay. Klaar, de focus van de AG is nu ook weg. Nu zijn we klaar. De, uh, hoe zit het met de trend op de dollarmarkt trouwens? Uh, op, in dit geval, Qcoin. Geen idee hoe de algemene trend op dit is. Ogen... Het zal bullish zijn, maar hoe bullish is hij nog? Dit duurt al wat even voor, dit is uitgerekend. Even wachten, daar is hij. Tuurlijk, zijn er zoveel. Even scrollen, uh, 40% bullish. Oké, okay, goed, dat is op zich... Niet... Het, was, het was beter eerder deze week, maar geen wonder. Kijk, nu zou je kunnen zeggen: we hebben een nieuwe truff te pakken hier op dit punt. Uh, je zou nog even kunnen wachten. Je zou kunnen zeggen: dit is de nieuwe truff. Uh, ik wacht even. Gewoon rustig afwachten. Het lijkt erop dat dit een nieuwe dal is. Deze hier. Kijk, daar hebben we hem. We hebben we daar een nieuwe piek? Normaal wil je drie candles wachten, maar je zou kunnen zeggen, nou, het is mooi om deze even mee te pakken. Er zit nu flink wat beweging in deze munt. Ik zet zo meteen de prijs hieronder, deze, uh, limit, deze market order, daaronder. Dan hebben we sowieso meer winst uit deze twee weten te halen dan we er anders uit hadden gehaald als we alles hier al zouden hebben verkocht. Maar laten we even rustig deze candles afwachten. Afwijzing naar boven. Wordt meteen gecorrigeerd. Oké, okay, het ziet er niet slecht uit. Ik ga mee naar boven, nu al. Kan ik ondertussen de chat in de gaten gaan houden. Zo, daar staat hij. Uh, kijk, daar gaan we. Uh, we zijn nog steeds op weg naar een nieuwe piek, zoals je ziet hier. Je zou technisch kunnen zeggen van, oh, wacht eens even. Dan hebben we hier een nieuwe piek gehad. 1, 2, 3. Ja, dat zou je zelfs serieus kunnen zeggen. Hier zit een piek. 1, 2, 3. Dan zit hier een nieuw dal. Dan kun je daadwerkelijk deze omhoog schuiven. Zo, daar naartoe. Nou, dit is, uh, dit is gewoon een coole trait om mee te maken. Super. De winst is niet heel spectaculair groot, maar ook niet zo laag op dit ogenblik. Kijk, nu worden we, ja, dit, dit wordt belangrijk, wordt deze truff gepakt of niet? Even kijken hoor, worden we uitgestopt? Ja, dat lijkt er wel op. Dat horen we zo, over een paar seconden. Ja, we zijn uitgestopt met deze trade. winsttrade geworden uh, op dit ogenblik 37 uh, cent. Dat is 0,3% 0, 0, 0, op de hele portfolio gepakt met deze paar demo trades. Uh, leuk om even goed te zien. Dit is eigenlijk hoe het spelletje werkt. Uh, de, het op, kijk, het feit dat ik nu niet het signaal van Kee van de WGHM heb gerespecteerd, wil niet zeggen dat de trade dan niet lukt. Alleen, mijn ervaring is dat als je het signaal wel respecteert, je hebt minder trades waar je op instapt. Maar de kans op slopende, langdurige trades wordt nog een stuk kleiner erdoor. Dus. Het, ik vind het eigenlijk een beetje jammer dat dit niet een spannender trade is geworden. Uh, eigenlijk was het een vrij simpel verhaal. De prijs daalde even en steeg daarna meteen weer. Jammer, jammer, jammer. Het is niet anders. Uh, heb ik trouwens ergens nog buy orders openstaan? Volgens mij niet. Uh, heb ik nog wat in de kniep? Nee, ook niet meer. Wel. Nee, alles is verkocht inmiddels. Uh, we begonnen met 2,57. Nu is het 2,58. Er komt, is weer een beetje bijgekomen net als volg deze twee trades. Het is dus jammer dat het signaal niet werd... Uh, werd uh, dat het, niet, dat, het is jammer dat de trade niet... Slechter liep dan wat hij liep. Want nogmaals, het is veel leuker om trades te zien, naar mijn mening, waar wat gebeurt. dan dit soort winsttrades. En naar mijn mening worden er wat te veel winsttrades in het café gemaakt. Ik weet het, de CryptoCorn is deze strategie is ongelooflijk cool. Uh, je maakt waanzinnig veel winsttrades. En je ziet het hier gebeuren. Het is allemaal live. Ik, ik manipuleer niks hier op dit, uh, op dit scherm. En ik zeg, uh, laatst zei iemand tegen mij van... Uh, was niet lang geleden. ...die zei van. Dat je dat durft, dat je gewoon live durft te traden in het cryptocoins café, ben je dan niet bang dat je verlies maakt? En dat is een heel interessante vraag. Want uh, dit heb je volgens mij niet zo heel vaak verteld, maar als je al heel lang bij crypto bent, dan weet je dit misschien nog wel. Toen wij net de crypto day trading strategie hadden geïntroduceerd, toen zeiden de mensen van, ja, als deze strategie zo goed werkt, waarom doe je dat dan niet gewoon live? Waarom? En toen begon ik trades te delen. Toen hebben we daadwerkelijk via Telegram, wat nu inmiddels live trading chat is geworden, uh, ben ik live trades gaan delen. Dan zei ik van, nou, ik ben zojuist ingestapt op deze munt met uh, de cryptocurrency day trading strategie. En dat was ook niet genoeg. De trollen bleven maar komen. Zo van, ja, maar dat is allemaal gemanipuleerd. Ik dacht, weet je wat, ik maak een video... Waarin ik gewoon laat zien dat je van één bitcoin, met één bitcoin ook deze strategie kunt gebruiken. Dat het helemaal niet de strategie is, alleen maar voor kleine accounts of zo. En ook daar kwam weer commentaar op. Ja, maar je hebt de slechte trades er tussenuit geknipt. Nou ja, en nu, is, nu krijg je grappig nog precies tegenovergesteld. tegenovergestelde. Nu trade ik al, al jarenlang live. We kunnen nu ook gewoon streamen, dat was vroeger veel minder makkelijk dan nu. ...al jarenlang met de Cryptocurrency Day Trading Strategie hier in het café... ...en nu zeggen mensen, vind je dat dan niet eng? Nee, de strategie werkt gewoon. En dat is ook iets wat ik je wil meegeven. Als jij de Cryptocurrency Day Trading Strategie gebruikt... ...de allereerste uit 2018, die is nu zes jaar, bijna zes jaar oud... ...en je haalt daar nog steeds successen mee... ...wat heel logisch zou zijn, want de strategie is verder niet veranderd... ...dan is het absoluut niet nodig om andere strategieën te gaan leren natuurlijk. Dat kun je altijd doen als je zegt van, kan het ook anders... Kan het nog optimaler? Dan zou je kunnen overwegen om uh, te leren traden op chartpatronen, of te leren traden op price action, of te leren traden op trending marketing, noem maar iets. Of te leren traden met de vernieuwde cryptocornis day trading strategie. Maar nodig is het natuurlijk niet. De, een van de redenen dat ik het café doe is om met name beginnende traders, ook al kan ik me goed voorstellen dat je niet helemaal begrijpt wat er precies op het scherm gebeurt, veel te veel dingen, allemaal termen en zo waar je misschien nog niet uh, in thuis bent, maar ik wil je eigenlijk gewoon laten zien dat de strategie zo makkelijk is om uit te voeren, dat als je een paar belangrijke dingen respecteert, een paar signalen, dat je daar goed op let, dat de kans op langdurig vervelende trades vrij klein is, je zult altijd verliestrades maken, dat hoort er gewoon bij. Maar de kans is niet zo heel groot. En het is een manier van trading die je in staat stelt om tussendoor ook nog te chatten. Je zit nieuws te lezen, allerlei andere dingen. Terwijl de trade gewoon doorloopt. Dat is wel heel magisch natuurlijk. Nog één ding trouwens. Je ziet, de prijs van deze munt stijgt nu gewoon door nadat we zojuist zijn uitgestopt. Dat wil je gewoon accepteren. Dat is zoals het is. Als je klaar bent met een trade, dan doe je gewoon de chart dicht. Einde verhaal. Op naar eventueel de volgende trade. Dat gaan wij hier niet doen. Dit is de prijsontwikkeling van Bitcoin op dit ogenblik. De Bitcoin begint oversold. Nog niet helemaal, maar hij begint langs maar zeker oversold te raken. Dit is trading TradingView trouwens. Uh, de prijs is wel lekker aan het bewegen op het ogenblik. Steeds tussen die 52.000 en 50.000. Hij heeft zelfs wel even ondergezeten vandaag, geloof ik. Ja, hij stond zelfs even op 49. Stond hij op 49? Uh, nee, hij is niet onder de 50 geweest vandaag. We niet dat ik zie. Nee. Uh, maar ja, ik kijken er niet raar van op als het wel gebeurt. Het is een beetje een rare tijd nu. Dus wat het café betreft, als je nog nooit eerder hebt gehandeld, en als dit de eerste keer was dat je in het café was en je overweegt om te gaan traden omdat dit er toch wel leuk uitziet. Dan wil je dat rustig aan doen. Ik zou zeggen: begin met die startpagina, die staat ergens in beeld. Ik zal trouwens de scanner even uitzetten, die hebben we nu niet meer nodig. Ergens in beeld staat die startpagina wel. Zo niet, dan post een van de. Hij, hij verschijnt af en toe in de, de scrollende tekst, die ik ook niet meer zie trouwens. Uh, er is een startpagina: cryptocorners.nl/slash start. Kijk daar op die pagina, is rustig rond. Bekijk de video's die daar staan en neem daar vooral de tijd voor. Sommige video's zijn al wat ouder en je zou kunnen zeggen: Hé, hey, maar deze informatie is al van een paar jaar geleden, die zal vast niet meer kloppen. Kan zijn als het gaat om een specifieke trading app die we hebben gebruikt toen, maar de essentie klopt gewoon nog steeds. Neem de tijd om dat rustig te leren. Meld je aan op Discord. Ga naar wwwcryptocoinsnl slash discord. Meld je aan. Je komt daar in contact met andere mensen die misschien ook net zijn begonnen met traden. Bezoek onze streams, we doen er best wel veel, we doen er in principe bijna vier per week nu al, namelijk Tjerk op maandag, uh, Ik zei de gek op woensdag, Kevan op donderdag en waarschijnlijk binnenkort definitief Sabrina op zaterdag. Dat zijn vier streams per week waar je gewoon heen kunt, waar je vragen kunt stellen. Die streams hebben allemaal een apart niveau, dus het, op maandag en woensdag... Is het wat meer toegankelijker voor beginnende traders en beleggers. Op donderdag en zaterdag gaat het vaak wat meer de diepte in, voor mensen die al wat langer aan het traden zijn. Maar je leert bij elke stream weer. Je kunt er vragen stellen enzovoort. Doe dat gewoon. Weersta de verleiding om meteen allerlei dure cursussen en dergelijke te kopen. Ze zijn de cursussen van cryptocoins, ik, ik kan het eerlijk zeggen, wij van WC 1 De cursussen van cryptocoins zijn waanzinnig goed, zijn vaak ook. Absoluut niet duur. Dat geldt helemaal voor de masterclasses. Die zijn absoluut topklassen. Maar om dat nou meteen in het begin te gaan doen, neem de tijd. We hebben zoveel gratis content voor je klaarstaan. Bekijk die eerst rustig. En als je echt toe bent aan meer structuur en meer verdieping, kun je dat altijd nog doen. Dat geldt ook voor dit ding, voor die, die Crypto cryptocurrency scanner. Het ding is fantastisch. Hij bespaart je zeeën van tijd. Zeker met de toevoeging van de laatste paar weken, WGHM wat er nu in zit, geüpdate-trendinformatie. Uh, je kunt nu de trend van 25 munten tegelijk opvragen bijvoorbeeld. Of, of sorry, uh, de, de oversold situatie van 25 munten of 30. Dit wordt nog veel beter. Maar sowieso, de scanner is al waanzinnig goed. Bestaat inmiddels ook alweer bijna zes jaar. Uh, biedt heel veel waarde voor zijn geld. Maar je hebt hem niet nodig. Je kunt, zeker als je net bent begonnen met traden... Het beter eerst gewoon helemaal zelf doen. Want het enige wat die cryptocurrency scanner doet, is naar die charts kijken. Op dezelfde manier waarop wij dat doen. En zeggen van hé, hey, daar staat een oversold situatie. Dit is tijd om misschien in te stappen. Wat is er nou mooi dan dat je dat zelf ook kunt? Zodat je daarna kunt zeggen. Oké, okay, ik weet nu hoe het werkt. Ik weet hoe de scanner aan zijn conclusies komt. Ik ben blij dat ik dat zelf ook kan als het nodig is. Maar ik heb eigenlijk de tijd niet om die charts af te gaan. Nu ga ik daar de scanner voor gebruiken. Maar ik raad iedereen aan, met klem, om het eerst te leren zonder scanner. Dat komt daarna wel een keer. En wat die scanner betreft, we doen op 6 maart een superwebinar. Dat zouden we eigenlijk afgelopen maandag doen, maar helaas was een van de mensen die mee zou doen aan het webinar, was op een hele vervelende manier door zijn rug gegaan. Ongeveer anderhalf uur voor het webinar begon. Hij die had echt zoveel pijn, dat had geen zin om daar nog een webinar mee te gaan doen. Dat zou niet goed zijn geweest qua, qua niveau. Dus we hebben gezegd, we het webinar uit. Het gaat nu naar woensdag 6 maart, dus dat is aanstaande woensdag over een week. Het komt in plaats van het avondcafé op woensdag. Maar het webinar is ook 100% gratis. En dat gaat over de scanner. En dat gaat op twee niveaus. Ik geef een gedeelte van het webinar. Dat gaat met name over de scanner in combinatie met deze methode van trader. Maar ik heb natuurlijk ook een groot aantal tips. van wat je nog meer met de scanner kunt doen. dingen die vaak helemaal niet zo bekend zijn. En daarna is Kevan aan de beurt. Die neemt het over en die gaat de scanner belichten. Inclusief een compleet stappenplan vanuit het perspectief van gevorderde traders, wat je dan wel mee kunt doen. Dus dat doen we over, anderhalf, uh, over twee weken vandaag, op woensdag 6 maart. Een leuke vraag van Jasper: Had je vandaag de prijsstijging van Jasmine Coin kunnen zien als je zo kijkt? Of is dat niet voor hier? Uh, het is eigenlijk niet voor hier, Jasper, want het is een altcoin-gerelateerde vraag. Maar ik heb toevallig twee keer getraden op die munt vandaag. Ik heb twee short-posities genomen. Dat ding ging als een tierenlier. En ik kreeg een melding vanmiddag. Waarschijnlijk kun je hem nog wel zien hoor. Moet ik echt even scrollen? Uh, kan ik even zoeken? Hoe kan ik zoeken in de scanner? Wacht even hoor. Uh, hier zo. Ik kijk even. Ik weet niet of je dat nog kunt. Ik schuif het ding even wat buiten beeld. Waarschijnlijk komt hij nu wel weer binnen beeld of niet? Uh, ja, dan gaan we. Jasmine yes heet dat ding. En uh, de melding kwam. Wat is vandaag? De 20e. Hier moet hij zijn gekomen vanmiddag. Even kijken. Dit is hem. Deze melding kreeg ik vanmiddag binnen. Ik kreeg het drie na elkaar precies. Deze melding, ik hoop dat je dit kunt zien. Ik heb het beeld een beetje verschoven. Nee, waarschijnlijk niet. Kijk, dit, uh, ik ben vanmiddag zelf gaan traden. Even met, uh, met, voor de challenge. Niet al te veel, maar gewoon even wat dingen testen en zo. En ik kreeg deze melding vanmiddag op de challenge strategie. Uh, 15 minuten candles. En kijk wat er gebeurde. De charttrend was bullish. <laughs> ja, <laughs> geen wonder. De Markttrend was ook bullish, 60%. De bolletje bands waren 24% breed. Dat zie je alleen maar bij een FOMO-run of bij extreme paniek. En dat ging nog even door. De, het kwartier daarna was de chartrend nog steeds bullish. Want de bolletje bands waren gestegen naar 27%. Toen hield het nog niet op. Hier ben ik trouwens al ingestapt in de tweede. Ik heb hier een cel. Mooi nagaan, er kwam ook een exit-melding er kwam dus een cel een, uh, melding een verkoopmoment voor deze trade. Dat is wat de scanner doet: de scanner haalt emotie weg uit de meldingen. Kijk, normaal gesproken, als je, en dit is alleen maar hoe wij mensen in elkaar zitten: als de prijs van de munt gigantisch stijgt, zijn wij geneigd om snel die munt te gaan kopen voordat we te laat zijn en het nog duurder wordt. Wat je in plaats daarvan wilt doen, is eigenlijk precies het tegenovergestelde. Je wilt dan verkopen. En dat is wat de scanner je laat zien. De scanner zegt hier: Deze munt is nu zoveel in prijs gestegen, nu is er een scenario waarin hij waarschijnlijk in prijs gaat dalen. Want alle cijfers staan nu even op brood. En dat gebeurde drie kwartier, of in een tijdspanne van drie kwartier twee, drie keer. En uiteindelijk werd de breedte van die bolletje band zelfs 34%. Ik heb deze getrade heel kort en ik heb deze wat langer getrade. Dit was dus tegen de storm in, op een zwaar bullish, overdreven bullish trend. Heb ik twee short posities genomen. Waarom is dat verstandig om tegen de trend in te treden? Niet als je op de trend normaal gesproken trade, maar wel, en dat heb ik hier vandaag ook weer laten zien. Als je met oversold en overbought posities werkt. Dat zijn hele andere scenario's. De prijs stijgt, maar kan altijd even dalen in een stijgende trend. En van die daling profiteer je dan. En dat hebben we hier ook gedaan. Dus dit is Jasmine. Had ik dat kunnen voorzien dat die prijs van Jasmine zo zou gaan stijgen? Nee. Ik las gisteren al dat die munt hard omhoog schoot. Maar ja. Je weet nooit hoe zoiets komt. Uh, goed nieuws, een of andere samenwerking, bla bla bla. Het uh, is allemaal niet zo heel spannend. Het is namelijk voor mij gewoon maar een altcoin. Hij staat nog niet op mijn radarscherm. Ik kijk namelijk niet zozeer naar het product zelf. Naar, of, naar de, uh, ik kijk niet zozeer naar. Als ik aan het traden ben, kijk ik niet zozeer naar de altcoin zelf. Ik kijk eigenlijk alleen maar naar de prijs. Dan op dat ogenblik ervan. En later komt er een moment dat ik misschien de prijs met rust laat en mijn focus. zoals Max ook aangaf uh, gisteravond, op de fundamentele waarde van een munt. En dan komt hij misschien nog een keer op mijn radarscherm of niet. Super dat je erbij was, nogmaals, bedankt voor alle fantastische vragen en uh, opmerkingen die jullie hebben gesteld. Nog heel één keer. Als je nog niet op Discord zit, doe je jezelf het plezier. Ook al vind je het misschien. Wat lastig en denk je, waarom zou ik? Word lid van ons Discord kanaal. www.cryptocoins.nl slash Discord. Laat je niet afleiden door dat het misschien allemaal wat complex lijkt. Valt echt wel mee. En volgende week krijg je een paar hele, hele coole dingen te zien. Alleen maar op Discord. En alleen maar voor Discord mensen. Dus daar zie ik je ook weer bij. Tot volgende week. En sowieso tot morgen bij de podcast. Happy trading. Dag allemaal.